Ja, vandaag weer wat kantiger in vuurwerk van de Big Bazaar testen. Ze hebben nieuwe knetterballen. Het zijn knetterballen met een kartonnen omhulsel met wat papier eromheen. Geen plastic meer tegenwoordig. Ik weet niet, we gaan even zien hoe ze het doen. Die zijn bar slecht. Kan ik even eentje proberen, misschien dat deze gewoon pech had, maar ik verwacht er niet te veel van. Ah, die zijn gewoon heel slecht. Ik denk door het kartonnen omhulsel, dat ze gewoon, ze knallen natuurlijk niet meer uit elkaar, het karton dat verbrandt gewoon. En ze knallen niet meer uit elkaar wat bij het plastic wel gebeurde. Dan gaan we gewoon door naar de crackling crackers. Kijk eens die iets beter zijn. 100 stuks in een pakje, bij de knetterballen maar 25. We hebben hier ook nog de pili crackers. Er zitten er ook 175 in de verpakking. De crackling crackers even proberen. Die zijn al beter, maar ook niet echt heel geweldig. Dus doen gelijk even de pili crackers. Kunnen we kijken welke van de drie toch het beste is. De normale pili crackers zijn toch wel het beste. Qua prijs-kwaliteit zijn eigenlijk alle drie de doosjes ongeveer even duur. Dus dan heb je voor de knetterballen heb je toch wel echt het slechtste voor 25 stuks. Ik verwacht dat er hier ook gewoon eigenlijk een beetje hetzelfde in zit als een pili cracker. Dus gewoon een klein beetje kreppapier eromheen en dan gewoon een kartonnen mulseltje. En kijk, het zit gewoon precies hetzelfde in als een pili cracker. Dezelfde grootte ook, is eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat ik zou zeggen is, de knetterballen sowieso niet kopen. Die zijn gewoon heel slecht. Of er moet niks meer, voor de rest niks meer zijn, de pielenkrekkers zijn op, de krekkenkrekkers zijn op. Maar de knetterballen zijn wel echt heel slecht. Die is zelfs uit.